Het wordt nog net heel dat stabiel waren. hier van de morgen nog een paar buien, buikjes. Ja, tussen de midden heb je mijn haas, ik nog even. Maar via de zoet, ik moet weer opkleden en zoet staren gewoon oer al droeg worden. En hoe de droge waansprutsen, het is nog heel te droeg. En hoe september sprutsen, morgen begint de meteorologische jest. Die jest, net de waarkunde. Daar merken we het tak een beetje niet van. Jun en vannacht. Jun is het droog. En jun is het nog zo'n 15 graden om een oerwacht in. Ja, het, het vlug houden. En vannacht flink helder waar. En daar droog 8 tot 11 graden. Als temperatuur in de kustgebieden zo'n 12 of 13 graden. En de wind komt uit het westen mooi. En die is zo matig rond vrij krachtig geweest. Zij met west-noordwest. Dan troch nooit mooi, met een duimai zinnen, maar bewolking. Maar ik denk meestal iets bewolkt waar. De zinnen maakt het nog in het zuidelijke pad van de provincie wat langer kans en via dus misschien uit trog, maar de bewolking had vier bij de Het liet het wel droog te bluwen, maar de temperaturen zitten om de de 18 graden in. En de wind die komt morgen uit het westen mooi, zelmatig rond kreeftenwesen, kind in het watergebied, volgens bij vlagende krijgt zo'n helje, huttes dus, en dat betreft de waskoging van de wettensport. En dan, we Frut, uh, in de nacht van Snooien op manje, manje misschien een buiken, maar vierden ze op manje te midden droge water, de erbij en njonch graden. Op deze is het al vol op simmer mooi, 22 graden, en op Waas is het een stroondooi, dooi, 24 25 graden. Dan is die simmerwarmte heel dalberom